allemaal. Nou, het is weer bijna het einde van het jaar. Nog heel eventjes. En dat is natuurlijk een heel mooi moment om even terug te gaan kijken op de producten die mij dit jaar echt verrast hebben. Die me echt verbaasd hebben. Waarvan ik gewoon echt onder de indruk was. En het is voor mij echt een heel raar jaar geweest met ups en downs. En ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt. Leuke mensen ontmoet, leren kennen. En ook heel veel vervelende dingen. En het is ook een jaar waarin ik mezelf echt ben tegengekomen. En waarin ik ook weer heel veel heb geleerd. Dus ja, het is een beetje een raar jaar geweest. Maar goed, ik heb ook heel veel in dat rare jaar heb ik heel veel bijzondere producten ontdekt. En dit zijn mijn favorieten. En dit zijn niet alleen gewoon mijn favorieten, maar dit zijn de dingen die er echt uitspringen. Dus binnen mijn rijtje favorieten van de producten waarvan ik echt dacht van wauw, wat bijzonder, wat fijn. En dat zijn dus deze. Even kijken, waar ga ik mee beginnen? Ik ga beginnen met nagellak. Want op zich, ik heb dit jaar echt, misschien wel 100 nagellakken uitgeprobeerd. In ieder geval echt heel erg veel. En daaruit heb ik een hele kleine selectie gemaakt. Als eerste, Catrice Goldfinger. Echt de meest perfecte gouden nagellak ooit. Voor 2,50. Helemaal geweldig. Ik heb hem aan allemaal mensen cadeau gegeven. En iedereen draagt hem superveel omdat het zo'n mooie kleur is. Echt een geweldige nagellak. Verder van Essence Hello Holo Topcoat. Deze, je ziet nu al hoe mooi die glittert. Dit is echt een geweldige glitterlak. Ik heb hem over zoveel verschillende nagellakken heen gedragen. En iedereen die zegt ook van, oh wauw, wat een mooie nagellak. Nou, die is echt geweldig. Verder heb ik van de zomer heel erg veel deze gedragen. Essence Mellow Yellow. En ik heb begrepen dat hij nu iets anders is. Ik heb gelukkig toen hij nog gewoon in zijn oude versie te koop was, heb ik er nog een flesje van kunnen kopen. En dat heb ik dus ook meteen gedaan. En nu schijnt hij dus iets lichter en veel minder dekkend te zijn. Dat is super zonde, want dit was echt de meest perfecte gele nagellak voor de zomer. Ik hoop dat hij gewoon weer zo blijft, maar ja, geen idee. Verder van Chanel Graphite. Deze zomer, vooral dit jaar, heb ik echt heel erg veel Chanel nagellak geprobeerd. En dit is echt de lak die gewoon super is. Mijn favoriet. Verder de Muppets collectie van OPI. Ik heb er 4 of 5 lakken uit. 5. En deze twee zijn mijn absolute favorieten. Het zal jullie ook niet verbazen. Het is Rainbow Connection. Deze. En ik kan het nooit uitspreken. Excuse moi. En nee, het is echt excuse moi. En niet excusez moi. Want het schijnt iets van Miss Piggy te zijn die Engels en Frans door elkaar haalt. Dus excuse moi. Ja, dat is hem. Echt, die glitters. Zo geweldig. Elke keer als ik een van de nagellakken draag die ik net heb laten zien, zit ik echt naar mijn nagels te kijken. Dat ik denk van, wauw, wat is dit geweldig. Overigens heb ik nu van Essence ik heb het flesje niet hier. Ik heb Choose Me op. Met daaroverheen de Glorious Aquarius Glitter Topcoat. Dus mochten jullie daar benieuwd naar zijn. Ik krijg altijd heel veel vragen over. Vandaar. Even kijken hoor. Wat gaan de volgende worden? Huidverzorging. Dat is ook wel leuk. Van Essence. Ook weer Essence. Was ik echt super onder de indruk van de My Skin Face Wash van de Cucumber and Lime Soft Cleansing Gel. Hele mond vol. Dit is echt een geweldige face wash. Hij is 2 euro. Hij maakt je huid super schoon. Hij haalt je make-up zelfs weg. En hij heeft verder geen agressieve schuimmiddelen of wat dan ook. Hij is super mild. En ik heb hem pas aan een collega van mij gegeven. En die had meteen zoiets van, wauw, wat is dit een fijne face wash. Toen zei ik, hij is voor 2 euro. En zo, wat? Ja. En hij is geweldig. Echt, ren naar Kruidvat, koop deze. Hij is super. Verder een ander product waar ik echt, echt van onder de indruk was. Dat is deze. Dat is de Strobe Cream van MAC. Heel veel mensen kennen deze als een highlight creme. En dat, hij geeft namelijk een glansje aan de huid.
Maar de reden dat ik er zo dol op ben, is omdat hij heel erg veel goede ingrediënten bevat. Hij zit echt een bommetje vol met antioxidanten, vitamintjes, weet ik het wat. Allemaal goede ingrediënten voor je huid. En nou, daarnaast laat hij je huid er ook gezond uitzien. Maar hij is gewoon echt heel erg goed voor je huid. En ik zie ook dat als ik hem heb opgesmeerd, dat mijn huid er rustig en egaal en gewoon gezond uitziet. Helemaal, ja, ik vind hem echt heel erg fijn. Hij is niet goedkoop, maar hij is echt de aanschaf van iets van 30 euro. Is hij echt waard geweest. Aanrader, absoluut. Verder twee foundation-achtige producten. Natuurlijk, Catrice Photo Finish. Deze foundation. Ja, wat moet je er gewoon voor zeggen? Hij geeft een mooie dekking, mooie gloed. Hij heeft een goede kleur voor mij. En hij blijft goed zitten. En hij is 6,50. Ja, helemaal super. En een ander product waar ik ook echt van onder de indruk was, was de Rejuvenating Blemish Base van Dr. Yart Silver Label, dus de BB Cream. En ik heb deze vooral van de zomer heel erg veel gedragen. En ja, dit is ook voor mij de perfecte kleur. Hij heeft SPF 35, wat met mijn lichte huid gewoon heel erg goed is en belangrijk ook is om er veel van, of gewoon een hoge factor te dragen. En ja, super. Hij is best wel duur. Hij is iets van 40 euro. Maar als deze op is, ik koop hem zo weer opnieuw. Echt, ik koop hem zo weer opnieuw. Want dit is gewoon zo'n fijn product. Hij blijft goed zitten. Een hele goede dekking. Mooie glans, gloed. Wat wil je nog meer? Helemaal blij mee. Een paar make-up producten. Zo. Even kijken. Ik heb hier nog... natuurlijk de Essence Gel Eyeliner. Deze heb ik dit jaar zo ontzettend veel gebruikt. Dat is deze. Oh, ik zal het tekstje bij laten zien. Deze. De Essence Gel Eyeliner. Super goedkoop. En hij blijft zoveel beter zitten dan sommige andere gel eyeliners. En hij droogt niet uit. In tegenstelling tot de MAC Fluid Line. En ja, super. Hij is zo goed als waterproof. En brengt makkelijk aan. En ja... ik ben er echt heel erg blij mee. Ik gebruik hem bijna elke dag en hij gaat lang mee. Dus dat is ook nog een pluspuntje. En dan heb ik nog weer van MAC twee oogschaduws die ik heel veel heb gedragen. Als eerste patina. Dat is deze. En patina had ik al in 2010 gekocht. Maar ik had dan zoiets van, oké, leuk. En hij is in mijn palet gegaan en ik gebruikte hem echt nauwelijks. En ik ben hem dus het afgelopen jaar ben ik hem heel vaak gewoon als basiskleur gaan gebruiken. Dus gewoon hup, overbewegende ooglid, klein beetje een arcadeboog, highlighter erbij, klaar. En hij is zo mooi. En ik had het eigenlijk nooit door, maar hij is zo ontzettend mooi. En hij is namelijk een beetje goudachtig. Even kijken hoor. Ja, je ziet het wel een beetje. Hij is goudachtig, maar ook weer... niet. En met ook weer grijs erin. Hij is perfect voor je arcadeboog. En echt, je doet die oogschaduw op en je bent klaar. En dat is, dan is het al goed. Dus MAC Patina. En een andere kleur van MAC, die heb ik ook alweer wat langer. Dat is Woodwinked. En ik heb trouwens patina helemaal niet. Nee, ik heb hem wel dit jaar gekocht. Oh ja, want ik was toen bij de Wonder Woman Party van Lashes Beauty, toen, wat nu Beauty Scene is. En toen hadden ze gezegd van, ik had een roze oogschaduw op. Oh, daar zou patina mooi bij staan. Toen ik zoiets van, oké. Toen heb ik later patina gekocht. En ik bedenk me net, ja, dat was gewoon in februari. Oh, hij is wel van dit jaar. Ja, oké. En oké, terug naar die andere die ik wilde laten zien. Dat is MAC Woodwinked. Daarvan weet ik overigens niet of ik hem al dit jaar heb gekocht of toch vorig jaar. Maar in elk geval, ik heb hem dit jaar echt ontdekt. En dat is deze. En dat is ook een beetje een goudachtige kleur. En kijk... en ik heb hem dus al wat langer. Maar de reden dat ik hem nauwelijks gebruikte is... zoals je hier al ziet, hij wordt wat oranjig. Oranjig en groenig. En ik wilde... kijk, je ziet het hier ook. Hij is, kijk, vrij oranje. En ik wilde gewoon juist echt een goede goudtint. En ik ben er dus achter gekomen dat als ik MAC Woodwinked op een beetje een gouden basis doe... dan wordt hij gewoon goud. En dan zie je niks van het oranje of het groene. En dan is hij gewoon super mooi goud. En bovendien, beide kleuren, dus patina en woodwinked, die blenden ontzettend makkelijk. Dus wat ik ook een tijdje geleden heb gedaan, was dat ik deze op bewegende ooglid heb gedaan. Dus dat is woodwinked. En dan patina in de arcadeboog. En dat was zo'n mooie look. En het was echt gewoon drie keer vegen en het was mooi geblend. Echt, wauw. Dus
Ja, deze twee grote favorieten. Ook grote aanraders als je een keertje naar Mac gaat. Ik zal trouwens in het nieuwe jaar eens een keertje een filmpje maken met Mac must-haves. Want ik weet wel dat sommige meiden het best wel moeilijk vinden als ze dan naar Mac gaan van wat ze moeten kiezen. Nou, die twee, neem ze mee. Neem ze echt mee. Als laatste heb ik ook nog een aantal oogschaduws van Catrice. Ten eerste natuurlijk het Quattro palet, of hoe noemen ze deze? Ja, de Absolute Eye Color. OMG, I want that. En deze hebben jullie al een keertje in een filmpje voorbij zien komen, al een keer een artikel. En dit is gewoon zo'n mooi palet. En het grappige is, ik heb er in september heb ik er een workshop mee gegeven voor een vrijgezellenfeest. En ik had toen voor iedereen die paletjes meegenomen, zodat ze daarmee een look konden doen. En dan konden ze na die paletjes houden, zodat ze het zelf ook thuis konden doen. En echt later hoorde ik van mijn zus dat echt al die vrouwen, die droegen het gewoon bijna elke dag. Ze waren er zo blij mee en ze waren er zo van onder de indruk van wauw, wat een mooi palet is dit. En van wat, is hij maar 4,50? Ja, hij is maar 4,50. En ik heb ook echt vaak gehad dat als ik dus een look met dit palet droeg, dat mensen altijd vroegen van hey, welke oogschaduw heb je op? En dan zeg ik van, nou ja, paletje van Catrice, die en die. Oh ja, hij is gewoon bij Kruidvat, 4,50. En dat is echt van, wow, dat is echt heel mooi. Ja, ik was echt onder de indruk van dit palet. En wat mij betreft mag Catrice er nog veel meer maken. Helaas zijn de meeste paletjes uit de vaste collectie die ze hebben niet zo heel goed. Maar OMG, I Want That is echt heel erg mooi. Als laatste, als allerlaatste, ik zei net al als laatste, maar dan de mono's van Catrice. Catrice heeft heel wat oogschaduws in het assortiment en de kwaliteit verschilt nogal onderling. Maar deze twee heb ik echt zoveel gebruikt. Ja, dat wil je gewoon niet weten. Ik weet niet of je het, ja, je kan het niet zo goed zien. Maar deze die loopt echt helemaal bol, omdat ik hem zo vaak heb gebruikt. Oh, dit is Bring Me Frosted Cake. En dit is de kleur die ik bijna elke dag als highlighter gebruik. En ik heb bijvoorbeeld ook van MAC, heb ik Shroom en heb ik Vanilla. Maar ik pak bijna altijd deze, omdat ik hem gewoon mooier vind. Verder heb ik ook nog van uit dezelfde serie van de mono's, My First Copperware Party. En dit is echt de perfecte set and taupe dupe van Catrice. En ik heb hem nu ook op. De look die ik dus heb gemaakt hiermee, die komt overigens, ja, ergens volgende week denk ik online. Dus houd het in de gaten, dan kan je zien hoe ik het heb gemaakt. Maar ik heb dus deze op mijn bewegende ooglid gedaan. En dit is zo'n fijne dagelijkse kleur. Echt, ja, ik ben er helemaal dol op. Dit is een van de wat nieuwere kleuren van Catrice. En ik vind hem zelf echt heel erg mooi. Ja, dat was het eigenlijk wel. Ik heb echt heel veel, ik heb echt alles nagekeken van waar ik afgelopen jaar over heb geschreven. En ook over sommige dingen heb ik gewoon nog niet geschreven. En dit zijn echt de dingen die ik gewoon maar blijf gebruiken. En waarvan ik echt onder de indruk was. Verder was ik natuurlijk ook nog wel blij met wat andere nagellakken en wat huidverzorging die ik heb uitgeprobeerd. En nog wat andere dingen. Maar dit zijn echt mijn absolute favoriete beauty ontdekkingen van dit jaar. En ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik zal ze nog lang gaan gebruiken. Ik ben benieuwd wat jullie absolute favoriete beauty ontdekkingen waren. Van welke producten jullie echt onder de indruk waren dit jaar. Dus laat het achter bij de comments. Want ik ben benieuwd of we altijd weer nieuwe dingen ontdekken. Nou, ik wens jullie vast een hele goede jaarwisseling. Veilige oudejaarsavond, oudejaarsnacht en dergelijke. En jullie zien mij volgend jaar weer. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Doei!